Breda Nu. Je weet het meteen. Deze week hield de gemeente een persbijeenkomst over de plannen voor het havenkwartier van Breda. In de komende 15 jaar zal dit nu nog bedrijventerrein worden omgetoverd tot een moderne, zelfvoorzienende en duurzame woonomgeving die gelegenheid biedt voor wel 1000 huishoudens. Wethouder Alfred Arbouw hield deze middag het woord. Ja, het college van burgemeester en wethouders heeft het perspectief voor het havenkwartier vastgesteld. Het is een soort van toekomstbeeld hoe het zou kunnen worden. Het is een groot gebied. In feite in aansluiting op het nieuwe HSL-station, een doorontwikkeling van onze spoorzone naar de toekomst toe voor de komende 15 jaar. Het is een groot gebied van pakweg 32 hectare, waar zo'n 1000 woningen toegevoegd gaan worden, maar natuurlijk ook allerlei andere functies. En dan hebben we het over het schiereiland, het haveneiland, wat aansluit op het nieuwe gerechtsgebouw wat er nu al staat. We hebben het over Klavers Jansen, waar Podium Bloos ligt. En we hebben het over de oude Bakker en Ruuphallen en waar vroeger de Van Puiflijkfabriek, de papierfabriek, stond. Waar Amvest de komende tijd woningen gaat ontwikkelen. Nou, je ziet zo, de kwaliteit die het gebied natuurlijk heeft, is dat de Mark er vlak langs loopt. En dat betekent dat het wonen aan het water, dat je enorm veel kans hebt. Pakweg zo'n 1,8 kilometer water waar mogelijk wonen aan zou kunnen plaatsvinden. En dat betekent een unieke wijk aan het water. Breda Nu. Je weet het meteen.